dagraad, collega's, aanwezigen. Voorzitter, het kwam voor mij, maar zeer zeker ook voor de andere leden van de VVD-fractie, als een volslagen verrassing dat Marnix Trouwborst op dinsdag 24 januari ontleden tijdens een collegevergadering mededeelde dat hij zijn functie als wethouder had neergelegd. Hij belde mij vanuit de auto op, onderweg vanuit die vergadering naar huis, en u kunt begrijpen dat die mededeling mij rauw op het dak viel. We hebben er telefonisch over doorgesproken, maar zijn besluit had hij genomen tijdens het weekje wintersport met Seija, waar hij het weekend daarvoor van was teruggekomen. Zijn besluit, zo zei hij, was wel overwogen en onomkeerbaar. En na van de eerste schrik te zijn bekomen, moest ik terugdenken aan een geschiedenisles tijdens mijn HBS-tijd. Nu is er een politiek verslaggever hier op Goeree Overflakkee, die de mening is toegedaan dat ik waarschijnlijk door mijn leeftijd wat vergeetachtig word. Maar uit mijn schooltijd kan ik me nog heel goed het gezegde herinneren: de koning is dood, leve de koning. Ik kan er ook nog bij vertellen dat dat in 1422 was, bij het overlijden van de Franse koning Karel de VI. Die zijn bij het overlijden van koning Karel de VI, zijn zoon, en dat was dan logischerwijze Karel de VII, die automatisch daarmee met het overlijden van zijn vader koning werd. Vandaar dat de Fransen zeggen: Le roi est mort, vive le roi. Voorzitter, gelukkig is oud-wethouder Marnix Trouwborst niet dood. Dat ik niet gelukkig was en ook niet gelukkig ben met zijn wijze waarop hij zijn carrière hier in Goeree Overflakkee heeft beëindigd, dat mogen duidelijk zijn. En voor mij mag een ieder daar een eigen mening op nahouden. Maar voor mij blijft overeind dat hij een kundig bestuurder was en nog steeds is. En dat hij ongetwijfeld fouten gemaakt zal hebben in de periode dat hij voor Goeree Overflakkee werkzaam is geweest. Maar ook heeft hij grote verdiensten gehad voor onze gemeente. En dat is toch wel heel belangrijk, en ik meen maar eerder aan, dat hij het ondanks een mega bezuinigingsopdracht bij de start van de gemeente in 2013, als wethouder belast met financiën, ervoor gezorgd heeft, samen met de afdeling, dat de gemeente er financieel goed voor staat. Ook de door onze raad aangenomen nota zondagsrust is voor het leeuwendeel zijn verdienste geweest. Hij had een zware portefeuille met een aantal complexe dossiers, en een aantal malen heb ik hem geadviseerd, zeker in de tijd van de ziekte van onze burgemeester en het onverwachte overlijden van oud-wethouder Konings, Piet Koningswoud, om met de collega's over een herschikking van zijn portefeuille te praten. Daar stond hij ogenschijnlijk wel voor open. Er is over gepraat, zo heb ik dus begrepen, maar uiteindelijk was het zijn beslissing om daarin geen wijzigingen aan te brengen. Voorzitter, nu de toekomst. Dezelfde dinsdag 24 januari heb ik mij intensief bezig gehouden met de opvolging van Marnix. Want een van mijn principes die mijn ouders mij tijdens mijn jeugd hebben bijgebracht is: samen uit, samen thuis. En dat in de meest brede zin. De VVD is deze raadsperiode begonnen in een coalitie met de SGP, de ChristenUnie en het CDA. En die wil ik ook zo afmaken. Ik ben daarom terstond in de lade gedoken waarin ik dossiers bewaar van belangrijke personen. Bovendien kan ik terugvallen op een goede adviseur in de vorm van de nieuw gekozen Amerikaanse president Donald J. Trump. En de eerste naam die ik in die lade tegenkwam was van de politiek verslaggever Frans Evers. Een kandidaat woonachtig in Nieuwe Tongen. En dat doet het, zo heb ik begrepen, altijd goed bij de lokale inwoners van Goeree Overflakkee. Maar voordat ik Frans uit zou nodigen voor een sollicitatiegesprek, heb ik even gebeld met de White House. Prompt kreeg ik vrijwel direct een Twitterbericht terug. Hi Ryan, you are crazy. Je benoemt toch niet een zogenaamd journalist? Die lui liegen alleen maar. Kijk hoe ze bij mijn inauguratie hebben gelogen over het aantal miljoenen Amerikanen die de regen en kou getrotseerd hebben om mij toe te juichen. Schandalig wat die ratten van de verslaggevers geschreven hebben. Ja, daar had die Donald wel een puntje. Ik verder spit in mijn lade. Maria van der Waart, een vrouwelijke kandidaat. Dat moet het toch ook wel goed doen.
Slechts 3 vrouwen in de raad, daar kan dan best een vrouwelijke wethouder bij. Al was het maar om de positie van Ada wat te versterken. Ik dacht, neem geen risico, Rijn. Eerst het Witte Huis er even bellen. Prompt 10 minuten later een Twitter van de Donald. Hi Rijn, the CIA reports to me. She's the wife of Franz Avis, isn't she? Rijn, you're still crazy. She's older than 35 years. Sinds maandag hebben jullie al een oudere vrouw, zo vervolgde de Twitter, als burgemeester in Den Haag. Pauline Krikke, you Dutchmen are so stupid. Well, thanks again, Donald. I appreciate your advices. Ja, en dan Peter. Toen kwam ik de envelop met jouw naam tegen. Ik heb ditmaal geen Twitterbericht of telefoontje met de Donald hoeven plegen. Want wij kennen elkaar al een fors aantal jaren. Bovendien heb jij een goede staat van dienst opgebouwd in de voormalige gemeente Goederede, waar jij 7 jaar wethouder bent geweest. Met de collega's uit de fractie hebben wij op vrijdag 27 januari een gesprek gevoerd, waarbij we jou op de hoogte gebracht hebben van de vele zaken die er op dit moment in onze gemeente spelen. En daar zit toch een aantal best gecompliceerde dossiers tussen. Uiteraard zal de verdeling van de portefeuille een onderwerp van gesprek zijn binnen het college. Maar wij als VVD-fractie hebben er alle vertrouwen in dat jullie daar goed in goed overleg uit zullen komen. Gelukkig maar dat het verhaaltje van het opstappen van het voltallige college van Goeree Overflakke, dat gisteren op de site van schrijversbureau Evers van der Waard stond, maar een verzinseltje. Misschien wel een beetje wishful thinking van Frans en Maria Evers. Maar we wensen jou, Peter, tezamen met de collega's in het college en de burgemeester, een heel plezierig 5e jaar toe van deze raadsperiode. Heel veel succes en nogmaals proficiat. Dank u wel.